stadshuisje van de Nieuwe Rijn. En hierboven, op de derde verdieping, is de raadzaal. En de raadzaal, daar zitten college, burgemeester, wethouders en de raadsleden. En die zijn belangrijk voor alle beslissingen hier in Nieuwe Rijn. Hier zitten de raadsleden, dat zijn de mensen waar u op moet gaan stemmen. En wij gaan voor u, voor de Nieuwe Rijners, de partijen aan u voorstellen. Ik ben in de politiek gegaan omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de stad Nieuwe Rijn, de stad waar ik woon en leef. De doelstelling voor D66 is dat we een duurzame stad met elkaar gaan bouwen waar het goed leven en werken is en recreëren is en waar we elkaar kunnen vinden. De laatste jaren, we doen ook al een hele periode, al twee periodes mee in deze colleges moet ik zeggen. We hebben bijvoorbeeld met elkaar de zondagsopening bereikt, dat is echt een trekkertje van D66 geweest. Maar de laatste recent daar hebben we de toekomstvisie ontwikkeld samen met de stad. We zijn bezig met energie-neutraal Nieuwegein in 2040, daar wordt hard aan gewerkt. We hebben samen met elkaar Fort Vreeswijk opnieuw vorm kunnen geven. En zo zijn er nog een heleboel thema's te bedenken waar we hard aan het werken zijn. Geinwijs hebben we tot stand gebracht. Daar op dit moment zijn we opnieuw aan nadenken hoe we dat beter kunnen inrichten. Maar zo zijn er een heleboel thema's te bedenken. De grootste teleurstelling is dat we nog niet in staat zijn geweest om een raadsprogramma met elkaar tot stand te brengen. Een raadsprogramma is iets anders dan een collegeprogramma. Want dat betekent dat je samen met de raad denkt wat is de belangrijke nieuwe raad, waar gaan we samen aan werken. Dan heb je geen coalitie en oppositie meer, maar werk je samen. Dat is heel belangrijk. Een hele grote teleurstelling is ook de Stadspartij Nieuwegein. Dat is een heel vervelend element in de gemeenteraad. We moeten met elkaar op weg naar die energie-neutrale stad Nieuwegein. Dat is echt heel erg belangrijk. En dat betekent niet alleen zonnepanelen, maar dat betekent ook nadenken over wateroverlast. Hoe gaan we dat met elkaar goed regelen? En waar we aan moeten werken is die integratie, wat we samen de stad maken, samen aan de stad bouwen. En dat het niet meer hij en zij is, maar wij samen moeten de stad maken. Daarom nodig ik u van harte uit om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op D66 te stemmen.